gaan we even een paar dingen laten zien met Woeps. Zodat jullie kunnen zien dat Woeps eigenlijk best wel al heel ver is in zijn proces. Woeps is 3 maanden nu. En Woeps is helaas geen mama meer. Nou, ik ben nu bezig met de hoefjes. Woeps is laatst voor het eerste keer naar de smid geweest. Hoi allemaal! Leuk te kijken naar een nieuwe video. We hebben nu een ander soort setting dan jullie van ons gewend zijn. Ik wou een andere video opnemen, maar helaas heb ik alle beelden per ongeluk verwijderd. Dus toen dachten we, nou dan doen we maar even een video wat niet te veel tijd kost. En dat is namelijk, hoe voed je het beste een veulentje op? Nou, Woep zit dat ik iets lekkers in mijn hand heb, want hij is best wel jong. Woep is 3 maanden nu. En Woep is helaas geen mama meer. Hij is oud en sterk genoeg om eigenlijk zonder de fles te drinken. En ja, we gaan nu wat vertellen over hoe wij onze veulens altijd zo mak en braaf maken. Want daar moet je best wel veel voor doen. Zodat je hem eigenlijk zo braaf hebt als nu. Voor Woeps is het de eerste keer tussen de stoeltjes. Maar dat doet hij eigenlijk heel braaf. Nou, zoals jullie weten hebben wij heel vaak drachtige merries. En ja, de vraag is ook heel vaak van hoe krijgen jullie jullie veulens zo tam en handmak? Want onze veulens eigenlijk heel aanhankelijk altijd zijn. Ja. We horen het ook wel als adoptanten langskomen, toen bijvoorbeeld met Katootje en Co en Jacco. Ja, die gingen gewoon door de shed bij je heen. Met, ja, die liepen er gewoon heen, dus 's nachts konden ze ook op stal. Maar ze liepen dus gewoon eigenlijk de hele dag rond op het erf. En iedereen kon ze zo aanraken en ze schrokken nergens van. Ja, en eigenlijk is dat natuurlijk wel heel erg goed. En dan dachten mensen wel van, oh, kan ik hem zo makkelijk aanraken? Wat is hij braaf of zo? Ja, en we gaan dus nu even vertellen van hoe wij het nou allemaal doen en waarom het eigenlijk zo goed gaat, want ja, het begint gewoon dat je merrie gewoon aanhankelijk is. Ja. Alle veulens die bij ons zijn geboren waren aardig aanhankelijk. Niet heel veel paarden, vooral de Shetlanders niet. Maar daar begint echt de basis. Is jouw merrie enorm bang, dan wordt jouw veulentje uiteraard ook bang door de merrie. Dus het is gewoon echt goed. Moet je zorgen voor de dracht dat jouw merrie gewoon netjes naar je toe komt lopen als je er staat. En dat hij gewoon een beetje aanhankelijk is. Want ja, het veulen neemt gewoon over wat de moeder doet. Dus daarom vind ik het echt heel belangrijk om de merrie aanhankelijk te hebben. Woep stond hiervoor dus bij Blaze heel veel, in de stal ook. En we merkten gewoon echt dat wanneer wij Woeps uit de stal wilden halen, dat hij gewoon echt wegrende voor ons, omdat Blaze dat ook deed. Dus hij kopieerde echt gewoon het gedrag van Blaze. En nu die gewoon buiten bij ons in de paddock staat, slash wij, kunnen wij hem eigenlijk gewoon vangen wanneer we willen. We kunnen hem gewoon pakken, we kunnen gewoon heen lopen. We kunnen gewoon aangeven. Dus binnen iets van, wat zou het zijn, 2 dagen, ja, konden wij gewoon Woeps normaal pakken. En natuurlijk zijn sommige dingen nog wat spannender, omdat wij Woeps natuurlijk niet vanaf kleins af aan hebben. En die ook niet van kleins af aan in de hand is geweest. Wat natuurlijk meestal bij ons wel is, ja, als ze bij ons worden, ja, geboren. Maar verder doet hij het wel echt heel erg goed. Ja, Woeps. Gaat dit een beetje leuk. En wat wij altijd hebben is, als het veulen wordt geboren bij de merrie, dan zijn we vaak eigenlijk bij de bevalling altijd wel aanwezig. Of na de bevalling. En dan gaan we ook checken of het veulentje gewoon helemaal oké is. Of alles goed is. En of de moederkoek er allemaal uit is. Dus dan wendt het veulentje ook al dat jij erbij bent. En de eerste paar dagen van het veulen is echt gewoon heel belangrijk dat je er gewoon, ja, best wel veel bij bent, vinden wij. Ja. Gewoon alleen als het veulen het wil. Wij hebben gewoon tot nu toe allemaal veulens gehad die enorm aanhankelijk zijn. Omdat ze zijn gewend aan de mensen om zich heen. Ze zijn gewend aan de aanrakingen. En ja, met Koa en Katootje, kun je dat vertellen? Toen hij was geboren, wat we eigenlijk altijd direct hebben gedaan. Toen kwam ik dus gewoon 's ochtends vroeg aan en stond Koa ineens in de stal. Wat wij natuurlijk niet hadden verwacht. En eigenlijk van, ja, vanaf begin af aan zijn we gewoon in de stal gelopen, hebben ze gewoon aangeraakt, geaaid, gekriebeld. En zolang de moeder dit natuurlijk oké vindt, dan kun je dat ook gewoon doen. En dat is dus ook weer een stukje opvoeding van de moeder, die eigenlijk wel een belangrijke rol speelt. Want als de moeder jou eigenlijk wil aanvallen, als jij het veulen wil aanraken, is dat natuurlijk ook niet goed. En eigenlijk omdat wij die Shetlanders al zo lang hadden, ja, kenden die ons ook en vertrouwden die ons ook. En daardoor vertrouwden ze ons ook met het veulen. Wat natuurlijk wel heel erg mooi is. Natuurlijk, ik zeg niet als het veulen 5 minuten oud is dat je direct erheen moet. Maar als het gewoon een uurtje of 2, 3 oud is en het kan zelfstandig staan. Ga gewoon naar het veulentje toe en wij geven altijd veulenkriebels.
Dan kriebel je lekker op het nekje of kontje. Dat vinden ze allemaal heerlijk. Vinden ze zo lekker. En dan weet het veulen op een gegeven moment ook van, oh, dat gebeurt helemaal niet. Als ze hem aanraken, krijg ik lekkere kriebels. En dat hebben wij gewoon heel veel gedaan. Gewoon lekker in de stal zitten en het veulen naar je toe laten komen. En dat hebben we gewoon echt heel veel geoefend. Ja, en gewoon belangrijk, ga niet achter het veulen aanrennen als je hem niet te pakken krijgt of zo. En wij hadden natuurlijk eerst ook met Jacco, dat weet ik nog wel. Toen was hij denk ik, wat zou het zijn, 1, ja, 2 die dagen. Was iets minder aanhankelijk. Ja, die was iets minder aanhankelijk en die stond wel gewoon al buiten. En eigenlijk wat we deden was gewoon gaan zitten in de wei of in de paddock. En daar kwam hij uiteindelijk wel naar je toe. Van, hij was natuurlijk nieuwsgierig, wat is dit? En dan geef je hem een eitje. En als hij weer wegloopt, dan is het geen probleem. Dan loop jij daarna ook weer weg. Dat is natuurlijk, dat het niet altijd moet. Dus ja, dat is wel heel belangrijk, denk ik, dat je niet achter het veulen aan blijft rennen en lopen en dat je wilt pakken. Nee, en wat wij dus hebben gedaan is eigenlijk, het veulen is geboren. Die laten we de eerste dag even lekker in de stal staan met mama. En de tweede dag gaan ze ook gewoon naar buiten. De veulens bij de Shetlanders komen ook gewoon bij de andere Shetlanders te staan. Omdat de moeder het veulen wel beschermt, komt dat helemaal goed. De veulens hebben de eerste 2-3 dagen een minder zicht. Dus daar moet je wel rekening mee houden dat sommige veulens niet achter de moeder aanlopen. En dat je ze dan wel begeleidt. En ja, wij hebben gewoon heel veel in de wei gezeten inderdaad. En eigenlijk hebben we bij ons direct het halstertje omgedaan. Ja, zodat het halster normaal wordt. En als je het halstertje elke keer omdoet, dat geen probleem meer wordt. Als ze later bijvoorbeeld 6 maanden zijn, dat ze aan het halster moeten wennen. Maar ja, dat is gewoon heel belangrijk. Wij hebben dat natuurlijk ook gehad met Halloween. Die was toen niet bij ons kwam, 5 maanden denk ik. Ja. En toen moesten wij ook het halster om doen, was ook nog een veulentje dus. En die vonden het dus echt heel eng en vervelend als we het halster om gingen doen. Want ja, dat is natuurlijk nieuw. Ja, hij krijgt bijna nooit een halster om en dan ineens wordt er iets om hem heen gedaan. Hij wordt vastgehouden omdat hij natuurlijk stil moet staan om het halster om te doen. En eigenlijk is dat bij onze veulens die bij ons worden geboren eigenlijk vanaf kleins af aan al wel erin dat het halster omgaat. Op en af, hij wordt meegenomen aan het touwtje. Maar het meelopen is voor ons wel gewoon later. Ja, het meelopen aan het halster, dat hoeft bij ons nog niet per se. Dat gaan we eigenlijk pas mee beginnen als ze echt gaan afspenen. Ik vind gewoon dat ze lekker bij de moeder mogen lopen tot 6 maanden lang. Jacco en Co liepen natuurlijk los op het erf. Die bleven hier ook, gingen er ook niet vandoor. En ja, dat is echt wel iets waar wij later pas mee beginnen. We vinden het gewoon belangrijk dat ze gewoon een klein beetje de basis kennen. En als het veel wat ouder is, 3-4 weken, gaan we gewoon voorzichtig met een borsteltje erlangs. Gaan we de hoefjes optillen, zodat de hoefjes optillen er wel in zit. Want als ze 6 maanden zijn, zijn ze natuurlijk veel groter. Dat is gewoon handig als ze dat al gewoon een beetje kennen. En niet als ze 6 maanden zijn, dat je daar nog mee kan moet lopen sjorren. Wat natuurlijk ook echt heel erg belangrijk is, vooral bij heentjes. Je ziet dat Woeps nu een beetje zoekende is naar koekjes. Op zich is dat totaal geen probleem. Maar er moet een grens zijn tussen een keer zeggen nee, nu stop je even en dat het een gewoonte wordt. Want je wil gewoon dat je paard niet gaat bijten laten en niet gaat trappen. Er zit een verschil tussen bijten en grijpen, maar je hebt ook gewoon hele zure veulens die gewoon echt met de bek open bijna naar je toe komen. Ja, dat is gewoon een stukje brutaliteit. Nou, dat kon Katootje kon het op het begin ook wel een beetje, hoor. Ja, Katootje die begon op een gegeven moment wel echt te bijten. Ook hard. En dan doe je gewoon een keer zo van, nee, gewoon dat, of je trekt een keer zo aan een touwtje van, dan hoef je helemaal niet te slaan of wat dan ook. Het is gewoon het corrigeren van het paard, zodat ze niet echt elke keer aan je vinger hangen of wat dan ook. Wij weten ook dat op het begin, als ze nog klein zijn, dan gaan ze natuurlijk die tandjes en zo een beetje komen. En dan weten we dat ze het lekker vinden om aan dingen te knabbelen, want dat is natuurlijk dat gevoel. Maar later was het bij Katootje wel echt dat ze je wilde bijten. Maar ja, we hebben dat natuurlijk, wat je net zei, gewoon goed gecorrigeerd. En ze is gewoon, uiteindelijk heeft ze dat niet meer gedaan. Nee. Ze hebben bij ons ook nooit willen trappen. Ja, Ko had dan dat hupje op het begin. Maar ja, dat was al vanaf de geboorte. En dat heeft, toen hij groot was, heeft Ko dat ook niet meer gedaan. En het is gewoon belangrijk dat je gewoon wel, ondanks dat het veulen is, als je echt een heel aanhankelijk veulen wil, dan moet je hem echt vanaf dag 1 gewoon proberen een klein beetje te aaien of bij hem te zitten, zodat hij wendt aan mensen. Want wij hebben zulke aanhankelijke veulens, hebben zoveel complimenten over gekregen. Kijk, zoals Woeps, ja, die is hier nu, heeft de eerste 3 maanden of 4 maanden niet opvoeding gekregen. Het was al wat beter, hij was wat aanhankelijk, maar hij was wel straks aanhankelijk en ook heel aanhankelijk, maar dat heeft dan wat meer tijd nodig. En met kleine veuletjes die je van het begin hebt, dan kun je daar gewoon heerlijk mee beginnen. En ja, we zijn er gewoon echt heel veel mee bezig. Er wordt heel veel mee geknuffeld. Alleen als het veulen natuurlijk wil. En
Woeps, ondanks dat ze geen moeder meer heeft, moet hij natuurlijk wel meelopen aan een touwtje, want er is geen mama die meer met hem meeloopt. Nu gaan we even een paar dingen laten zien met Woeps, zodat jullie kunnen zien dat Woeps eigenlijk best wel al heel ver is in zijn proces. Dat hij gewoon netjes meeloopt en dat hij echt super lief is voor een veulen van 3 maanden. Dus hier komen de filmpjes. Nou, ik ben nu bezig met de hoefjes. Woeps is laatst voor het eerste keer naar de smid geweest. En omdat we de hoefjes krabben eigenlijk heel veel hebben geoefend, vindt hij het eigenlijk niet eng. Soms dan trekt hij een keer nog wat terug, maar ja, hij is 3 maanden, dus wat wil je dan? En ja, we geven hem ook gewoon vaak kleine beloningjes. Als hij het goed heeft gedaan, dat hij weet van oké, ik ben een brave jongen geweest. En de voorhoefjes doet hij ook braaf en de achterhoefjes ook wel. Maar dat voor de eerste keer naar de smid deed hij het zo braaf. En kijk, natuurlijk verwacht ik niet dat hij een keer niet terugtrekt of wat dan ook. Maar ondanks dat doet hij het zo braaf. Goed zo. En daar zijn we gewoon blij mee. Want eerst kwam hij natuurlijk ook omhoog. Want hij dacht, ja, wat is dit nou aan mijn voeten? Maar nu dat we dit ook elke keer netjes herhalen, dan doet hij het ook braaf. Ook zelf bijvoorbeeld omzetten. Hoef ik helemaal niet zoveel druk te geven. Dat doet hij ook gewoon braaf. Nou, mochten jullie nog vragen hebben over het veulen opvoeden, et cetera, laat het vooral weten achter in de comments. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En nu nog een blauw duimpje omhoog. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doeg!